kapot gelegen. Maar echt. Hallo jongens, tof dat je kijkt. Ik ben op dit moment in New York en nu leek het me wel heel erg leuk om een experiment hier te doen. Namelijk een dag in het leven te stappen van Rens Kroes. Ik denk dat de meesten van jullie die kijken haar wel kennen, natuurlijk van haar kookboeken onder andere. Ze is een paar maanden terug verhuisd naar New York en dus ben ik wel heel erg benieuwd hoe haar leven hier eruit ziet. Ik vind Rens echt een voorbeeld voor gezond en positief leven en daarom wil ik ook graag haar tips delen. Ze heeft me al een schema gestuurd met wat zij allemaal doet op een dag. En ik ga ook nog eventjes met haar sporten. Morgen is de dag. Let's go! It's a beautiful day. Zo, en dan is het nu de hoogste tijd voor een vrachtwagen die langsrijdt, maar ook voor een danslesje. Degenen die mij kennen, die weten dat ik echt 0,0 gevoel voor ritme heb. Echt 0 is gewoon nog te veel om uit te leggen hoe weinig ritme ik heb. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt me wel onwijs lachen. Goedemorgen! Heb je er zin in? Ja. Ben je fris en fruitig? Nou, nee. Een beetje slaap. Maar we gaan er keihard voor. En ik denk dat we echt serieus hier wel heel erg wakkerder worden. Denk ik ook wel. En positief en blij en endorfine. En ik zie dat jij er heel veel zin in hebt. Maar echt, iedere pasje duurt maar 3 seconden. Tegen de tijd dat ik het door heb, zijn we alweer bij 35 andere pasjes. Ja, klopt. Je ziet er nog goed uit, ik zeg. Ik zie het, joh. Het is wel een goede workout. Echt, ja. Wat hebben we nou, Rens? We hebben een broth. Een broth. Bouillon. Bouillon. Met groenten en dingetjes. En dat doe ik iedere dag. Het is echt de eerste keer. Ik vind het echt wel grappig. Ja. En het is ook wel goed na de workout. Mineralen aanvullen, toch? Ja. Cheers! Cheers! We zijn boodschappen aan het doen. Oh shit. And we're having a good time. Ik heb hem gaan halen. Ben ik heel zwaar? Nee, man. Nee, man. Appels? Ja. Altijd appels. Rens, dankjewel voor de gezelligheid. Dankjewel dat jij er was. Als je zelf in New York. Ja, ik ga nog even verder mijn dag als jou vervolgen. En ik denk dat ik me dan heel lekker ga voelen vanavond. Dat hoop ik. Ga je ook de Feel Good Drink drinken? Ja, sowieso. Ik moet gewoon echt 5 keer boodschappen doen vandaag, denk ik. Omdat ik het elke keer dan weer vergeet. Maar komt goed. Ik wens je heel veel plezier in New York. Zo, ik heb een hele lekkere salade met biologische rucola, tofu, quinoa, mais, kikkererwten en een pesto vinaigrette. Oh, en broccoli. Volgens mij ontzettend Rens Kroes approved. Dus die ga ik lekker opsmikkelen. Zo, ik ben aan het werk zoals je ziet. Nou, dat zie je helemaal niet. En omdat Rens natuurlijk in New York kwam, moest ze er rekening mee houden dat mensen na 12 uur 's middags niet meer werken. Want dan is het 6 uur in Amsterdam, of in Nederland.
Dus ze moet voor 12 eigenlijk al heel veel dingetjes hebben besproken en gedaan. Maar daarna is wel het fijne dat je de rest van de dag gewoon ongestoord recepten kunt maken en blogs kunt schrijven en al die projecten waar ze mee bezig is. Dus ik ga ook een recept maken en nu zat ik te denken om een soort van healthy vegan kazenvlees te maken. Dus ik ga even research doen. Work, 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 work. It's a me heavy work, 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 work. Skaterend. Ik verwacht niet dat dit recept gelijk in Rens haar boek komt. Maar ik heb in ieder geval even verharen hoe het is om een recept te maken. Ik vind het wel leuk. Misschien wel vaker doen. Ik ga sowieso natuurlijk mijn eigen vegan healthified kazenvlees thuis proberen. Als je het recept wil, laat me weten in de comments. Ik kan niet beloven dat het lekker is. Ik heb dus best wel heftig geluncht met veel groenten en gezonde koolhydraten en ja, dat eigenlijk. Ik heb niet heel erg honger, dus ik denk dat ik een acai bowl ga halen met lekker almond butter en zo om wat gezonde vetjes binnen te krijgen. Beetje gek als avondeten, maar ik denk dat het wel redelijk Rens Kroes approved is. Nou, ik heb mijn feel-good drinkje volgens het recept van Rens. Oeh, ik moet er wel even aan wennen, maar het voelt wel heel goed voor je ofzo. Anyways, ik moest dus denken aan de positieve instelling die Rens altijd heeft. En toen dacht ik aan dankbaarheid. Omdat ik denk dat als je veel stilstaat bij waar je dankbaar voor bent, dat je daar heel veel geluk uit kan halen. Of in ieder geval bewustwording en ja, ook wel gewoon echt positiviteit. Dus ik zat te denken, waar ben ik dankbaar voor? Vandaag, nou dat is één, dat ik gewoon een lichaam heb dat een dansles kan doen, dat kan bewegen. Mijn lichaam is helemaal niet helemaal perfect, want ik heb best wel veel issues. Maar dat kan ik in ieder geval wel en daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben ook dankbaar voor het feit dat ik geld verdien met wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En elke dag van geniet. En dat ik daarmee naar New York kon gaan. En allemaal leuke dingen doen. Ja, en dan tenslotte vandaag. Ik heb gelachen. Ik heb gehuild van het lachen. Ik ben lief geweest voor mijn lichaam. Door gezonde voeding erin te stoppen. Veel te bewegen. Wandelen. Ook genoeg rust te nemen. Dus ik voel me wel echt heel goed. Alle recepten van vandaag vind je in de beschrijving van de video. Als je nog vragen hebt, laat me dan vooral weten in de comments. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en ik zie je volgende week. Bye bye!